Sparta naar voren. De Sparta-podcast. Met Ruud van Os, Anton Slotboom en Frank Stout. Ja. Lekker enthousiast beginnen. Sparta 10 wedstrijden op rij, niet verloren. Het is geweldig met de club. Echt, hè? Toch? Ja. Ja. Jij was ver weg, maar heb je het meegekregen? Nou, ik heb niet alles gezien. Je kan ook in Zuid-Afrika, voor de mensen die het niet weten. Ik was een maand in Zuid-Afrika met het gezin. Kan je niet alle samenvattingen terugkijken. Dat zijn afgeschermd. Dus je ziet heel veel snackable content voorbij komen via het kanaal van ESPN. YouTube, dus ik kon, op YouTube staat de samenvatting gewoon, toch? Zeker, maar die kon je niet altijd kijken. Okay. En ik moet eerlijk zeggen... die wedstrijdjes, die 0-0 wedstrijdjes, had ik ook niet zo heel erg veel zin om er terug te gaan kijken. Ik heb een beetje afstand genomen, daar komen we dus later wel op. Dus als ik dingetjes ben vergeten, moeten jullie me een beetje bijpraten. Maar ik zag me wel bijvoorbeeld die penalty die niet aan Go Ahead Eagles werd gegeven, wat er wel eentje was, toch? Dat dacht ik wel, ja. Dat leek mij ook. Ik moest een beetje aan Guus Til denken. Die kreeg voor dezelfde vergrijp een penalty tegen bij Fortuna. Leek er een beetje als Arne Slot. Hou eens even op. Oh, sorry. Nee, pak maar kritisch aan. Het is goed dat je er weer bent. Nee, vind ik ook. Heb je gemist. Oh ja? Ja, zeker. Nou ja, zeker. Ik vind het leuk om jullie weer te zien. En zeker dat je in Amsterdam trui zit. Nou, dat valt allemaal reuze mee. Ja. Er staat hier heel klein Amsterdam op. Als ik dan met Feyenoord meega, kan ik dit soort truien niet aan natuurlijk hè, in Europa. Maar bij Sparta? Ja. Nou ja, aankomende zondag. Ajax. Okay. Ja hoor, nee hoor. Helemaal goed. Hey, jongens, we gaan lekker lullen over Sparta, want het gaat goed met de club nog steeds. En daar is iedereen blij mee natuurlijk. Bij neerlaag of victorie, Sparta naar voren. Nou, daar is iedereen blij mee. Is dat wel zo? Is dat wel zo? Maar ja, als je de reacties op deze podcast hoort en leest, dan word je bijna verketterd als je tevreden bent. Dus ik proef toch nog steeds veel... Maar wat proef je dan? Onderhuidse ontevredenheid. Over als je tevreden bent met de 6e plek, dan heb je geen ambities. Hè? Dat is een beetje in het kort... Wordt dat gezegd? Nou, wij kwamen samen een beetje onder vuur te liggen als positivo's. Op ITWM? Tijdens jouw afwezigheid, ja. Maar ook gewoon in de contacten die je hebt als je een beetje in en om het stadion gaat. En we zijn mild geweest. Ja, en mild gaat niet om de 6e plek volgens mij, maar om het spel. Je had het over die 0-0'tjes. Ja, het hield niet over, hè, het spel. Het was niet echt fijn om te zien. En ook na dit weekend, ja, Ouassar zelf. Heb je gezien hoe die voor de camera stond? Nee. Nou, chagrijnig. Want het kon beter en het moest beter. Ja, maar natuurlijk, het kan altijd beter. Kijk, dat kan altijd beter. Maar dat wil toch niet zeggen dat ik dan ontevreden moet zijn met die 6e plaats. Nee, en dat tevredenheid je automatisch moet koppelen aan gebrek aan ambitie. Dat is gewoon onzin. En daarbij, wat ik vind, en dat is geen verwijt, maar een constatering, is dat heel veel supporters weten niet wat er gaande is, maar zijn wel keihard in een oordeel. En dat is best gek. Als je niet weet wat er gaande is, dat je wel keihard in je oordeel bent. Velanas van NAC, hebben we nou geen eens 5 ton om die gozer te halen? Tjonge, jongen, dat is de mening. Nou, ik ben op de technisch directeur afgestapt afgelopen zondag na de wedstrijd. En ik zeg, hoe zit dat? En ja, hij zegt, ja, zou het ook zo kunnen zijn dat we hem niet wilden hebben? Nou... Hij zat wel op de tribune. Daarover gesproken. Nou, heb ik nog niet verteld aan jullie. Kom, had je dit? Dus ik zei, ik heb begrepen dat hij er wel was. Ja, maar niet op uitnodiging van ons. Dus hij kocht een kaartje? Nou, misschien, nee, maar misschien een oud ploeg. Hij is genoot van Olij, heeft Olij hem uitgenodigd. Maar Sparta wilde in de winterstop die gozer van... Maar dat is gek, want Stijn heeft gezegd van wel. Nee, Hans Kraaij bracht het op. Hans Kraaij bracht het op. Vanuit Sparta is er nooit iemand geweest die heeft gezegd... wij willen hem hebben, maar we hebben het geld niet. Maar dat gaat een eigen leven leiden. En dan komt dat omdat we hem niet halen. Gebrek aan ambitie. En dan denk ik, ja mensen, verdiep je even wat meer in de zaak... en voeg wat nuance toe. Ja, maar verdiepen in de zaak doe je bij ons. En Nijkamp heeft zelf gezegd... ik heb geprobeerd hem over te halen. Jij hebt het uitgevoerd, maar hij wilde niet meer komen. Hij komt pas aan het eind van het seizoen weer hier zitten. Ja, maar dus die communicatie die hebben wij niet. Dus dan ga je afvragen, zeker als Stijn zelf zegt... ik heb met die jongen gewerkt, heeft hij gezegd. Nee, heeft hij niet gezegd, want hij heeft niet met die jongen gewerkt. Dus dan, ik ken die jongen, ik had hem graag gewild. En daar komen de TD en de trainer tegenover elkaar te staan. Heeft hij ook niet gezegd. Dus lekker jongens, raas lekker door zou ik zeggen. Ja, alleen ik wilde net tussenkomen. Ik was gisteren, ik ben om 6 uur 's ochtends geland. Tukkie gedaan, s'avonds naar het ABN AMRO toernooi. Na de eerste set Tsitsipas was ik moe. Ik denk, ik ga even plassen en er vandoor. En wie staat er naast mij te plassen? Gerard Nijkamp. Oké. Ja, dan wisten jullie over die Odysseus ging beginnen. Nee, dus hij staat, hey, hoe is het? Hoe was je vakantie? Bla bla bla. En toen inderdaad, ik heb niet alles kunnen volgen, maar ik vroeg wel eens met die gozer van NAC. En hij zei inderdaad, dat is een broodje aan verhaal. Die wilden we helemaal niet hebben. Dus... Ja. Wat niet uitsluit... Dat hij nog kan komen. Na de zomer... Want hij is transfervrij dan, hè? Na het seizoen, sorry. Wel we hebben, maar in de winter... Het schijnt wel een goede jongen te zijn. Ja, er zijn avonden dat ik NAC niet zie spelen. Dus nee, maar... Hey, en Gerard had het ook nog eventjes over... dat jij af en toe een klein beetje zuur was. Een beetje zuur? Ja. Oh, hij vroeg wie er vandaag de gast was. Ja. Ik zeg, nou, we doen het met z'n drieën. Okay. En dan... ja, hij vond jou af en toe een beetje... Nou ja, misschien iets te hoog in de verwachtingen zitten. Oh ja, maar dat hebben we net besproken, toch? Ja. Hoe je daarmee om moet gaan. Hoeft niet nog een keer, denk ik. Nee, maar ik begrijp best maar wel... Ik heb hier gewaarschuwd. We worden misschien wel 10e, 12e. Dan moeten we tevreden zijn. Dit seizoen niet meer, toch? Dus het klopt niet wat hij zegt. Want wij zijn al weken aan het waarschuwen. Nee, maar... Pas op. Het enige... Ik heb begrip. Ik heb echt begrip als je op de Dennis Neville-tribune zit... dat je niet alles kan weten. Want Nijkamp gaat niet iedere dag een uur voor de camera zitten... om uit te leggen waar die allemaal mee bezig is. Alleen in je oordeel moeten mensen dan wel terughoudender zijn. Dan keihard oordelen. Hè, vorige week had het over... we hadden 5 miljoen voor Mijndans moeten krijgen. Ja, als je dat zegt, dan heb je niet helemaal in de gaten hoe het werkt. Maar het is wel zo dat Nijkamp is begonnen met... nou, wat leek echt open kaart. En dat deze fase, zeg maar deze... ja, daar heeft hij gewoon minder gedaan. Tot aan nu. En omdat hij niet in de media is verschenen. Het besluit dat hij niet meer bij ons komt zitten tot over een paar maanden lang, vind ik jammer. Maar, ja, want ik genoot van die open kaart en dat hebben we ook gezegd. Maar wacht even, jij zegt hij heeft het minder gedaan omdat hij niet bij ons komt zitten. Wat heeft hij dan minder gedaan? Nou, je hebt een hele theorie over NAC spelen. Ik zit er weer te verdedigen. Ja, maar dat komt omdat jij leeft in dat hoofdgebouw. Ja. Wij niet, maar dan mag je ons niet verwijten, ons supporters, dat we minder weten. Want dat zei ik net. Dat hebben we al heel vaak behandeld. Maar mensen zeggen... Alemañ miskoop, Melkersen miskoop. Nou ja, we krijgen de kans niet om ze te zien spelen. Nee, maar wacht even. Wij hebben een hele goede spits. Die heet Lauritsen. Melkersen is gehaald als tweede spits. Als die eerste spits het nou goed doet, dan hoeft die tweede spits toch niet te spelen. Of vinden wij dat Lauritsen op de bank moet? Zeg maar. Als jij op de tribune zit en we hebben 2 winteraanwinsten... die je niet te zien krijgt, moet je dan zeggen, goed gedaan, dat gaat goed? Nee. Of mag je vragen stellen bij waarom die gehaald zijn? Of je gaat even terug naar het interview met Nijkamp toen Alemañ werd gehaald. En gezegd, is voor de langere termijn, hoeft er niet gelijk te staan. Dus maar wat heeft je nou zo geprikkeld? Want volgens mij, kijk, ik was er niet. Ik was in Napels, maar ik zag in de samenvatting, en later in de hele wedstrijd, 10.000 blije mensen. Dus ik weet helemaal niet waar dit sentiment vandaan komt. Nou ja, natuurlijk is er gepraat over de winterstop. Dat gebeurt toch bij iedere club? Nee, maar we staan er fantastisch voor. Ja, dus dan mag je niet meer... Dan moet je je mond houden. Nou, dan moet je wel weten wat je zegt. En dat weten gewoon een heleboel mensen. Ja, maar dat geldt niet voor de hele voetballerij. En ik heb altijd geleerd, dat als ik iets niet weet, kan ik beter mijn mond houden. Ja, dan kunnen we al stoppen met voetbal. Nou, tot zover deze podcast, mensen. Dan is alles koffiedik kijken. Hè. Ja, maar ik vind het wel... Ik heb deze discussie tussen jullie wel een beetje gemist. En ik ga even... Je hebt een maand lang gediscussieerd met je vrouw. Dus, ja. Daar word je ook moe van, natuurlijk. Nee, kijk, eigenlijk sluit het precies aan op de post. Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post. Want er is best wel veel binnengekomen. En dat ging ook hierover. Dit is een mailtje van Jim van Twist. Die zegt, hallo vrienden van Rijnmond. Slotboom vertelt dat het leuk dat Nijkamp geen winterse aankoop heeft gedaan uit de 4e Franse divisie. Maar er kan toch wel geconcludeerd worden dat Melkersen een soortgelijke miskoop is samen met Alemañ. Waar we dus net over gehad hebben. Onzin. Totale onzin. Slotboom moet stoppen met het uitdelen van veren in het achterste van TD Nijkamp. Dus dat staat weer een beetje haaks op elkaar. Ja. En kunnen jullie... Dit is een mailtje van Pieter Slagboom. Geen familie van jou, hè? Nee, dat is Slotboom. Hè? Ja, precies. Vaag bekend voor wie dit nou. Kunnen jullie kijkers loslaten op de winstse versterkingen? Melkersen mocht een keertje 5 minuten meedoen. En Alemañ hebben we nog helemaal niet gezien. Zijn ze niet goed genoeg? Of hebben jullie ze misschien zien spelen met de reserves tegen Excelsior? Die hebben tegen elkaar gespeeld, hè? 2-1 verloren. Ja. Maar die hebben jullie niet gezien. Ik heb dat niet gezien. Maar heeft Melkersen 1 keer 5 minuten meegedaan? Ja. Met een wit bandje in zijn haar is hij ingevallen. En? Cambuur uit was dat? Cambuur uit. Ja, dat was een veergaloze invalbeurt. Nee, maar ja, fluwelen voetjes. Lauritsen doet het hartstikke goed. Nou, dus er is geen aanleiding om hem te vervangen. In het begin bij Lauritsen, die heb ik toen zien spelen in een oefenwedstrijdje tegen Emmen. Volgens mij Sparta won die met 2-1, 3-1, ik weet het niet meer precies. En dacht ik, nou, ik vond hem een beetje beholpen, Lauritsen toen. Dus zei ik nog Ik zei nog tegen Stijn van, joh, die jongen die is nou niet bepaald snel. Stijn zei, als hij snel was geweest, had hij beter op atletiek kunnen gaan. Nou ja, en kijk hier. Dat was toen. En nu hebben we het over dat het een van de betere spitsen van de eredivisie is. Zeker, joh. Dus moet ook een beetje tijd gunnen. Ja, dus maar, je moet meters maken. En als Lauritsen geblesseerd raakt... Laat het ons maar weten met Sport@Rijnmond. Ja, heel leuk. Als jullie vinden dat de eerste spits van Sparta eruit moet om Melkersen te laten spelen, dan geven wij dat door aan Marista. Ruud is wel een beetje zwart-wit. Een beetje zoals jouw jasje, Anton. Ja, precies, ja. Ja, hè? Nee, maar serieus. Minder uitgerust dan jij, volgens mij. Nou, ik vind jullie allebei behoorlijk scherp, ja. Maar als er mensen zijn die iets te zeggen hebben over Sparta, Sport@Rijnmond.nl, we nemen het altijd mee. Mm-hmm. Dus ook de ongefundeerde reacties. Heb ik nog meer dingen gemist? Ja, nee, maar dit is de geloof, die wil ik nog even bewaren. Want dat gaat over de muziekkeuze. Oh ja. En dat is die wil ik even parkeren. Later, en als het nou heel lang gaat duren, dan wil ik hem overhevelen naar de volgende week. Want dat is altijd... Je hebt hem nu aangeraakt. Kom maar door straks. Straks. De muziekkeuze. Of nu, mag ook nu, maar nee, dan doen we die straks. Yes. Dit is nou een teaser, een cliffhanger. Ja, dat doe je ook al. Ah, oké, joh. Dat hebben we nog een paar weken gemist. 4 weken weg geweest, maar ik kan het nog steeds hoor, hoop ik tenminste. We hebben Dave van der Meer gehad, Ted Langebach. Ja. En wij samen? Jullie samen. Nou, dus... In jouw afwezigheid hebben we het over. Ja. Nou, ik heb niet alles gezien. Van de eerste zat er nog een keer. En Kranenburg, ja, stoel dan natuurlijk. Deed is het goed, jongens? Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Alleen dat ze na een half uur hand in hand begon te zingen. Ik heb wel een stukje gekeken in mijn vakantie naar de derde helft podcast. Dat vind ik leuke gasten. En daar zat Bart Vriends, die was daar te gast. Dus, je ziet er niet zoveel. Je verwacht het niet. Vriends trouwens, dat zei Gerard Nijkamp ook nog gisteren, gaat niet spelen tegen Ajax waarschijnlijk, maar hopelijk die week erop. Ja. En Bart Vriends die had wel een interessante theorie. Het ging er namelijk over of voetballers zichzelf moeten profileren via de media. Of dat het geven van een goed interview nou wel of niet bij je takenpakket hoort. En ik heb een stukje daarvan losgeknipt. Of eigenlijk heeft Dennis van Eersel dat gedaan in mijn vakantie. Dus dank Dennis. Bart zei dit hierover. Het is gewoon een onderdeel van je beroep, toch? Het hoort gewoon bij je takenpakket als voetballer. Nee, is niet helemaal zo. Daar kan je toch voor kiezen. Je kan nog een hele defensieve houding aannemen. En je kan ervoor kiezen om het niet tot jou... tot een deel van je pakket te maken. Als je je hoeft niet te leveren in interviews? Ik vind van niet, nee. Nee, okay. Ik vind het persoonlijk gewoon leuk om in ieder geval te proberen er iets van te maken. Maar ik kan het net zo goed begrijpen. En dat is de tendens. Meestal in de kleedkamer. Jezus, nee man. Ik weer? Nee, rot op. Tenzij het NOS is en je 2 keer hebt gescoord. Dan is het wel vet. Maar als je naar Rijnmond moet. De derde helft. Puffen en steunen. En snel douchen. En doen als je weer geblesseerd bent. Ja. Ja, zo gaat het, Anton. Ja, stel dat je wat extra's doet voor die 2 ton. Ja. Nou, het is meer hoor. Volgens mij. Maar goed, gezellig. Ik had even met Bart contact hierover. Hij zei, je weet hoe het gaat. Dat moet toch kunnen. Tuurlijk is het lachen. Hij is onervaren met een microfoon. Dus, nee, maar zo werkt het wel, weet je. Als die gasten geen zin hebben. Als zich defensief opstellen in de media, dat doet hij niet. Nee, dus eerder volop aanvallen. Dat zegt hij, maar anderen wel. Ja, dat is de Giovanni van Bronckhorst tactiek. Die heeft het gepresteerd in die 5 jaar trainen. Feyenoord gewoon nooit iets te zeggen. Ja. Nee, sterker nog. Blijven lachen en prijs pakken. Nee, maar weet je nog met Van Bronckhorst? Dan was er een rode kaart voor Feyenoord. En toen zei ESPN, nou kijk, dit is hem. Nee, ik wil hem niet zien. Want dan moet hij een mening geven. Ja. En dat wilde Gio niet. Ja. Dus dat is een tactiek dan ook. Ja. Maar vind jij dat... Maar laten we even eerlijk zijn. Kijk, Bart is een intelligente jongen. Die heeft ook de hersencapaciteit om iets ervan te maken. Maar ja, er zitten er natuurlijk een paar in die kleedkamer. Die schrijven poepen met 2 oes. Die kunnen er niet eens wat van maken. Dus die nemen een defensieve houding aan uit zelfbescherming. Want als ze bij de hand gaan doen, dan worden ze natuurlijk keihard onderuit gehaald. Vind jij dat een voetballer altijd moet leveren tijdens interviews? Nee, natuurlijk niet. Nee? Zeker moet leveren op het veld. Ja, dat is toch een gekke aanname dat een speler dat zou moeten. Open kaart is wel fijn, maar als jij er niet uitkomt... Is er niet bij Feyenoord eentje die stottert? Ja, Geert Ruida. Ja, geeft hij inmiddels interviews? Nee, toch? Nou ja, en dat hoeft... Volgens mij is hij even populair daar als... Zeker. Nou ja, het is een jongen van Zuid zelf. Dus, dat is... Nou, weet je nog dat we Sparta Vitesse deden? In de dat oefenwedstrijdje. Toen was je er nog net, denk ik. Oefenwedstrijdje. Nou, zo lang ben ik ook niet weg geweest. Toen deden we toch die interviews na afloop. Toen kwam ik stond naast jou. Toen kwam je echt achter dat spelers er moeite mee hebben. Die lampen, die camera, die scherpe vragen van jou. Ja. Je ziet gewoon de opluchting als het voorbij is, die twee minuten. Die hebben 8 jaar lagere school gehad en klaar. Zowat. Even gechargeerd gezegd. Tuurlijk. Want dan zijn ze in de jeugdopleiding terechtkomen. Voor de vorm doen ze dan nog een mbo'tje bij. En dan heb ik het over het gemiddelde. En niet er zijn uitzonderingen. En dan ga jij zeggen, maar Thijs ligt een VWO gedaan. Ja, het zal best. Maar gemiddeld een beetje verplicht door de mbo heen gefietst. En toen betaalde voetbal ingerold. Ja, die jongens hebben gewoon niet zoveel te melden. Ook omdat in de kleedkamer er niet gesproken wordt over Giro 555 en dat soort zaken. Dan gaat het over hele andere dingen. Uitgeleiden is ook snel gemaakt natuurlijk. Ja, en inderdaad, als je op je bek gaat... Dan blijf je dat op social media terugzien. Dus denken ze, weet je wat, ik zeg zo min mogelijk, kan ik ook niet op mijn bek gaan. Ja. Het is al over de media-optrainers van Bart Vriends gegaan, toch? In een vorige podcast. Is het nou zo dat wij ooit mediatraining hebben gegeven aan Sparta-spelers? Ik wel. Heb jij gegeven, toch? Bizar, maar dat is niet recent, geloof ik, hè? Nee, dat was in de jeugdopleiding, een jaar of 8 geleden of zo. En wat voor gasten zaten daarin? De jeugd, dus die mbo-opleiding. Ja, maar zijn er daarin van jongens doorgebroken? Of weet je dat niet? Dat zou ik niet 1, 2, 3 weten. Want nee, ik heb die namen van die gasten toen... het is niet dat jij Memphis Depay... Nee, zeker niet. Een aantal heeft u wel minuten gemaakt volgens mij in het eerste jaar. Ja. Maar de namen kan ik me even niet zo... Had jij een Spartaan toen jij nog interviews deed, die je altijd het liefst wilde interviewen? Ja, natuurlijk. Ricky van den Berg. Ja, goud. Ja. Ja. Want die leven door. Ja. Ja, maar Ricky is ook wel eens naar jou toegekomen en gezegd van... joh, je moet mij na afloop interviewen. Ja, dus Ricky, je zit op de bank. Dus spelers die op de bank zitten, interviewen niet, tenzij je invalt. Hij werd het dat ik inval. Dat was in de fase dat Eversen was ontslagen, 2010 of zo ergens. Hè? Ja, waar... net gedegradeerd. Ja, ik weet niet precies. Ja. En we speelden uit bij Fortuna en Jos van Eck was trainer. En Ricky zei... het lijkt helemaal nergens op wat we nu aan het doen zijn. Je moet me na afloop even interviewen. Dan zal ik even leeglopen. Nou, hij viel in. En ik interviewde hem. En hij liep leeg. Ja, ja, bizar hè. Maar dat gebeurt niet meer tegenwoordig volgens mij. Het leeglopen. Wij geven een lijstje toch? Aan de perschef. Nee, wij appen Paulo de persman tijdens de wedstrijd van we willen graag die en die hebben. Nou ja, dan wordt dat geregeld. En dat soms af en toe als er een rode kaart is, dan zegt Sparta wel eens van nee, dat doen we niet. Dat is zelden. Dat was vroeger in elk geval zo. Ja, ik kan me niet herinneren wanneer Sparta voor... Ja, Sambo heeft rood gekregen. Maar ja, weet je, dat is best een aardige jongen, maar niet de beste prater natuurlijk. Nee. Dus ja, dan zijn we er. Maar nou ja, wat ik net... zo, toen Beugelsdijk in problemen raakte, mochten wij hem dan toch wel gewoon spreken? Nee. Dat klopt. Dus Sparta gooit wel eens... Maar dat wilde Beugelsdijk zelf ook niet, hè? Beugelsdijk wilde zelf niet. Want ik weet nog, toen kwam Sparta terug uit Heerenveen met die bus. En toen moest ik daar de interviews doen. En Tom die was daar, die werd natuurlijk... was toen toch? Was een beetje in die tijd, hè? Ja. Die werd daar hartstikke... Tommy in Oranje, dat liedje en zo. Dus op een gegeven moment... Tom, kom nou. En Tom zei nee. Ik zei, hey, kom op. En toen wist ik er achteraf, dacht ik van... Toen wees jij me daar nog op. Nee, hij wilde niet vanwege dat gokincident. En jij begon er ook niet over? Ik begon, dus eigenlijk best wel slecht voor mij. Maar... Dus ik verweet hem na afloop. Ik ben wel vergeten, vriend. Ja, dat was een beetje in de euforie van op dat plaatje. Ja, inderdaad. Ja, dus dat was gewoon een vergeten foutje van mij. Toen we de play-offs hadden gehaald. Ja. Vriends media optreden al gehad in een vorige podcast? Ja. Oké, sluiten we dat af. En wat mij betreft mag die gewoon vaker komen in die media optredens. Maar ik weet niet wat jullie erover gezegd hebben. Goed, maakt ook niet uit. Sparta wint van Go Ahead Eagles. Was het echt zo saai, Ruud? De eerste helft. Er was een minuut stilte voor de slachtoffers van de aardbeving. En die heeft 45 minuten geduurd. Op die goal na. Maar het voetbal was saai. En het stadion was muisstil. Pas na de 1-1 werd het leuk. Na de 1-1 werd het stadion wakker. En toen ging iedereen op een puntje van stoel zitten. En ik heb een hele leuke tweede helft gezien. Ja. Maar de eerste helft op de goal na... Ja, was geen doorkomen aan, joh. Het is goed dat ik mijn telefoon bij me had. Dat ik een beetje kon internetten. 10.000 man op de telefoon, weet je wel. Ja, die 2-1 van Lauritsen, die klonk als volgt op Radio Rijnmond. Links natuurlijk nu voorslingeren. Doet dat ook. Zoek bij de tweede paal. Lauritsen, die komt er overheen. De goal van Lauritsen. 2-1. Goeie voorzet van Namli. En Lauritsen doet dit heel goed. Gebruikt zijn tegenstander als een soort bok om er overheen te springen. En kopt hem dan perfect, stilistisch, prachtig in de verre hoek. En dan zie je zo'n doelman nog wel gaan naar die verre goal, naar de verre hoek. Onder een bom, misschien kan ik erbij. Maar zo ver buiten het bereik van doelman De Lange. Mag Lauritsen weer aantekenen voor een treffer. Zijn 7e van dit seizoen en nog veel belangrijker. De 2-1 voorsprong voor Sparta. Na die domper van die 1-1 heeft Sparta de voorsprong weer terug. Nou, die 1-1 van Go Ahead Eagles was terecht. Ik vond Go Ahead Eagles had veel meer balbezit in de eerste helft. Liet het balletje veel makkelijker rondgaan. Maar liet het ook een beetje gebeuren. Stonden 1-0 voor, we hoefden ook niet. Dus eigenlijk was ik wel blij met die 1-1, want toen werd het weer een wedstrijd. Ja. Hoe stond het centrum? Want het centrum is nu anders, hè? Met Abels. Ja, dat wat ik net zeg. Jij had het net over Bart komt weer terug en zo. En toen wilde ik zeggen, laat maar. Ik gooi hem er later wel in. Maar ik vind niet dat er... Ik zie geen verschil tussen Ouassar Abels en Ouassar Vriends. Nou ja, voor hetzelfde geld krijg je toch een pingel tegen. Ja. Maar Vriends is ook veel sterker in de lucht dan Abels. Ik vind dat Dirk Abels gewoon hartstikke goed doet. Goede stand-in, maar dat is toch geen reden om Vriends daar rustig terug te laten. Nee, zou ik denken. Maar daar ga je weer. Ja. Ik zei alleen maar, ik zie geen verschil. Ik zei niet, Bart Vriends moet niet spelen. En Abels en Sambo, zie je daar een verschil tussen? Nou ja, ik heb Sambo hele goede wedstrijden zien spelen, maar ook mindere. Maar datzelfde geldt voor Abels. Ja, dat is natuurlijk de aloude dooddoener. Als je alle wedstrijden goed zou spelen, zou je niet meer Sparta spelen. En dat geldt ook voor onze rechtsbacks. En Van Crooij, die had een mindere fase. Is hij op de weg terug? Ja, dat ben je geneigd te zeggen, omdat hij die bal binnenprikt. Ja, ja ik heb geen 90 minuten gezien de afgelopen weken. Dat zijn vertrouwen weer terugkomt. Ja. Hè, want hij had in het begin van zo'n heel veel vertrouwen. Maar ja, hij deelde mee in de malaise van de eerste helft. Maar hij deelde ook mee in het goede van de tweede helft. Hey, en Namli geeft een assist. Zo, een bal. Zo. Maar, een goede bal, zeg. Zeker. Ja, schitterend. Misschien flauw om te zeggen, maar ja, dat was een van de weinige goede dingen. Ik ben nog niet zo happy met Namli sinds hij terug is van zijn blessure. Dat heeft misschien ook mee te maken dat hij er lang uit geweest is. Ja, maar sowieso, het hele seizoen Namli is minder goed dan zeker de slotfase vorig jaar met Namli. Nu zitten we wel weer kritisch, maar... Hij moet vele malen beter kunnen, toch? Ja, vond de bal van Kitellano, waar Van Crooij uit scoorde, ook mocht er ook zijn. Ja, echt schitterend. Ja, het was geen geweldige wedstrijd. Maar, weet je, ik zag toch weer 10.000 mensen tevreden naar huis gaan. En zeker op basis van de tweede helft, toen het er echt om ging en toen het echt leuk was, dat blijft hangen. Koki Saito krijgt een klein standbeeldje. Ja. Nou, daar weet ik gooi hem er wel gelijk in. De Spartaan van de week. Ja, Anton. Nou, het zijn heel veel Spartanen van de week. Hè? Want in die elftallen van de week staan ook veel Spartanen. Tegenwoordig wel, hè? Ja, het is echt opvallend. Ja, en mij dan staat er in veel van die fotootjes nog met een Sparta-shirt aan. Vind ik ook wel leuk. Er is eentje van ons erbij. Ik ga voor Namli, want als je zo'n beslissende mooie voorzet geeft... Even voor de duidelijkheid, jij was in Napels hè, dit weekend. Zeker, maar dus ik heb gekeken. Ik zat op een heel vol marktplein. Waarbij, of het nou eenmalig was of elke week, weet ik niet. Maar alle kinderen waren verkleed als Wednesday. Uit de Netflix-serie Wednesday. Was heel grappig. Okay. Ja, dat is echt een chaos op dat marktplein. Echt leuk. Maar we hebben gekeken en ik vond die bal echt heel mooi. Wat doe je dan met je seizoenkaart als je in Napels zit? Die geef ik weg. Dus dan gaat iemand anders. Wie is er geweest? De dochter van een vriend van me. En er waren echt veel kids. Eindelijk weer eens overdag. Dat is echt klantenbinding. Nou, sterker nog, alles is uitverkocht, hè? Ja. Alle thuiswedstrijden helemaal. Ongelooflijk, hè? Ja. Nou, wij waren met, wat ik vorige week al zei, er was een Rijnmond familiedag. Dus we waren met in totaal 75 mensen, dus medewerkers met hun gezinnen. En dat was heel leuk. We zaten op de Tony van Ede-tribune. En ja, dat zijn mensen, heel veel die niet vaak bij Sparta komen. Sommigen zelfs nooit. Ed Alders heeft niet met voetbal, was daar met zijn hele gezin. En Ed gaat de hele week al over voetbal hier. Kijk, dat is precies de bedoeling. Natuurlijk wat Sparta wil bereiken met het naar het stadion halen van mensen die niet zo vaak gaan om ze enthousiast te maken. En dan nodigen ze bedrijven uit of relaties? Nou ja, ik denk als je... Kijk, wij zijn een partner van Sparta. Ja. En deze deal is daar vanuit voortgekomen. Ik denk, Sparta heeft meer partners, dat ze dat met wel meer zullen doen. Slim. He, niet alle business seats zijn verkocht. En foei, Dave van der Meer, foei. Niet alle... Je bent wel echt iedereen aan het verdedigen bij Sparta. Ga je nou Dave ook nog zitten verdedigen? Ik heb een hekel aan ongenuanceerdheid. Ja, god, waarom werk je dan nog in de voetbaljournalistiek? Dat werk ik niet meer. God, moet je bij Napels zien wat daar gebeurt als Napoli speelt. Nee, maar wat mijn argument altijd in dit is, als wij van onszelf vinden dat wij als club en als supporters er net een beetje bovenuit steken, wat beschaafder zijn, wat slimmer zijn, dan moeten we dat ook wel laten zien. En niet meegaan in de ongenuanceerdheid die je vaak bij andere clubs ziet. Ja, maar ik hou wel ook een beetje van die ongenuanceerdheid. Ik niet. Ja, ik vind dat, nou, nee, dat mag niet, want ik hou van die ongenuanceerdheid. Ik vind het juist leuk als jullie lekker zwart-wit tegenover elkaar... Ik kon echt genieten vandaag van die eerste 10 minuten. Ja, zeker, maar Zorg dat het nu niet inkakt. Je kunt mij ook vervangen voor een boekhouder of zo. Dan wordt het wat rustiger hier. Ik vind deze discussie prima, maar ik weet niet... Niemand had het over Dave van der Meer trouwens. Stel jij... Schrijf drie verhalen over in een week, ik noem maar wat, voor je diverse werkgevers. En dan ga ik zonder dat ik weet hoe jouw situatie zeggen, waarom hebben we er geen 5? Maar we hebben geen 5 verhalen. Jongen, die Anton had wel 5. Het is echt belachelijk dat die Anton geen 5 verhalen heeft. Echt belachelijk. Want dat is hoe over voetbalclubs wordt gesproken. Wie is jouw Spartaan van de week? Dave van der Meer. Ik maak hem persoonlijk. Heel erg persoonlijk. Emiel Schelvis. Die wens ik vanaf deze kant heel veel sterkte. Wil je uitleggen wat er is gebeurd? Hij loopt niet te koop met wat hem is overkomen. Maar dat heeft Johan Derksen helaas wel gedaan. Dus had hij daar problemen mee dat Emiel dat... Ik heb Emiel daar niet over gesproken. Okay. Maar, want gisteren was de uitvaart. Gisteren was de uitvaart van de dochter van Emiel Schelvis. Die overleden. Prachtige uitvaart. En, jij was erbij? Ja, ik was erbij. En ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk wat Emiel het afgelopen jaar is overkomen. Wat ik zeg, hij loopt er niet te koop mee. Maar anderen gooien dat in de wereld. Dus iedereen weet het inmiddels. En ik wens Emiel heel veel sterkte. En ik weet hoe zijn gevoel is voor onze club. Dus... ik wil dat toch even benoemd hebben. Heeft Sparta iets van zich laten horen? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat heel veel clubs wat ze laten horen. Dus ongetwijfeld Sparta ook. Ik werd benaderd door PSV. Wat het adres was van Emiel. Ja. En ik kreeg een berichtje van Nasser El Kayati. Van joh, kan je mij het gegevens van Emiel sturen? Dus heel veel hebben hier aan tafel gezeten samen. Ja, precies. Gewoon veel door heel de Rotterdamse voetbalwereld, maar veel meer dan dat. Ja. De Nederlandse voetbalwereld leeft natuurlijk enorm mee met zeker met Emiel. Bij FC Rijnmond was Maurice Stijn te gast en die liet eigenlijk wel doorschemeren dat hij blijft. Is geen verrassing. En ik zat te denken, ja, als Ron Jans weggaat, zijn zoon zit daar. Ja, weet je, ik heb niks met dat soort uitspraken. Ik vind dat echt koffiedik kijken. Want, ja, maar daarom zitten we hier ook. Als nu Twente komt en kan het dubbele verdienen, is die gewoon weg hoor. En dat verwijt ik ook niet. De intentie is wel fijn. Nee, ik weet dat die Enschede een leuke stad vindt en dat die Twente een mooie club vindt. Maar nu zijn we aan het speculeren. Wat heb jij van Hooijdonk dan daarvan? Ja, nee, maar weet je, contracten en toezeggingen in de voetballerij stellen helemaal niets voor. Zeg helemaal niets. Maar alles die lekker in zijn vel zit is wel duidelijk, toch? Hè, die clubs die zeggen 2 dagen voor het sluiten van de transfermarkt, wij zijn klaar, wij gaan niets meer halen. En dan een buitenkansje en halen ze alsnog. Zou je het jammer vinden als hij weggaat? Ja. Kan een aap klimmen? Ja, nou ja, precies. Dus, hij is vandaag zo nuchter dat hij ook wel zou kunnen zeggen van nee, komt wel weer een ander. Dat kan toch? Dat kan. Maar er komt ook wel een ander, maar de kans dat er iemand komt die het nog beter doet gaan... Ja. Die het beter gaat doen dan Stijn, is heel klein. Zonder bij ons te hebben gezeten, dan is het echt stom. Nee, dat gaat hij niet doen. Echt een keer hier komen. Nee, dat doet hij ook wel. Ja. Dat doet hij ook wel. Maar, steeds nieuwsgieriger naar die man. Als je kijkt naar we hebben de laatste jaren met Pastoor een goede trainer, met Fraser een goede trainer. Ja. Nou, Stijn hebben we een goede trainer. En daar hebben er ook wel eens wat mindere trainers tussen gezeten. Ja. Maar we staan fucking 6e. Kom op. Ja. Hoe zou dat met die doel bepalen? Oh ja, de lat was te laag, las ik. Een millimeter of zo? Wie heeft daarover geklaagd? Dat wil ik echt weten. En wie ziet dat ook ineens? Ja. Is er ineens een keepertje die zegt van... Hé, vierde man, dit is te laag. Ja, van de tegenpartij. Ja. Ja. Hoe is dat gegaan? Dat denk ik Weet ik niet. Ik hoorde het achteraf. Zo. En hoe zet je dan lat omhoog dan? Nou, kijk, die goals die worden na de wedstrijd weggehaald. Ja. En de microfoon, en voor de wedstrijd worden die ook weer neergezet. Ja, ik weet het niet, maar misschien is hij... Ja, sorry dat zou ik... wel bizar zijn. ...te hard erin gedruwd, waardoor hij wat lager was. Ik weet het niet. Je maar komt dan wel op idee, hè? Dat een klein apparaatje is, maar een beetje omhoog. Zodat als wij die kant op spelen. Ik weet echt niet. Bizar. Ja. Maar goede tv ook, hè? Die man met die meetlat. Ja. Ik heb hem niet gezien. Ja, dat is echt heel komisch. Moet je even terugkijken, want dat is ook snackable content geworden. Wat ik ook gemist heb, in de rust namen we afscheid van Sven Mijnans, hè? Ja, hoe was het? Hij moest spreken, toch? Ik zat binnen aan een bitterbal. Dus een grote spreker. Over Sven Mijnlands gesproken. Nou, hij mist ons wel, volgens mij. Nou, dat is leuk dat je dat zegt. Want hij heeft een interview gegeven na afloop aan de collega's van Noord-Holland. En ik moest er heel erg om lachen om dat interview. Dat ging als volgt. Ja, super fijn. Nieuwe omgeving. En het is gewoon fijn om zo binnen te komen bij een club. Dus ja, super fijn. Ja, is dat ook iets wat, zo lang zit je nog niet in betaalde voetbal, dat heel onwerkelijk voelt? Dat je in zo'n stadion en dan dat je een doelpunt maakt op dit niveau? Nou, bij Sparta was het ook altijd wel heel liefdevol. Mm-hmm. Dus ja, dat voelde daar ook al heel goed. Maar ja, hier zijn er natuurlijk bijna 2 keer zoveel fans. Dus ja, dat is heel mooi om te zien. Ja. Ja. Je hoort ze alleen nog. En sta je daarbij stil als je zo scoort? Nee, eigenlijk niet. Tijdens de wedstrijd niet. Dan denk ik eigenlijk niet aan. Dan ben ik gewoon super blij met mijn goals. Mm-hmm. En met mijn assist en mijn bijdrage in het spel met de jongens. Dus nee, daar denk ik eigenlijk tijdens de wedstrijd niet aan. Het lijkt wel een grap, joh. Ja. Dat was grappig, hè? Ja, dat is zeker grappig. En dan gaat Bart Vriends nu zeggen, vind je het gek dat wij wel eens defensief in interviews zijn? Nee, maar dit is niet de schuld van Sven Mijnans natuurlijk. Als jij zo geïnterviewd wordt, dan is het toch logisch dat je ook denkt van, ja, wat moet je hier nou mee? Ik had gezet als ik Sven was van, joh, wat heb je het over? Ik heb 100 wedstrijden gespeeld en je doet net als van Sparta. Jullie ook pijn gedaan, dus ik weet niet waar dit man het over heeft. Waar ik wel blij mee was, hè, zijn eerste wedstrijd, dat zeiden we in de vorige podcast, was vlak. Utrecht uit, liep hij er een beetje verloren bij in de beker. Maar vrijdag tegen Excelsior, het was wel open huis natuurlijk, achterin bij Excelsior. Ja. Maar daar maakte hij goed gebruik van. Ja, nou, als je dan toch een pot kiest, dan wel weer fijn. Ja, toch? Ja, sorry. Oh ja, er zit een man die wel Excelsior heeft. Hè? Ja, dat is toch wel echt vreemd, toch? Het echt curieus, dat interview. Maar bij AZ, dat ging even over supporters. Daar doen ze dus hun lichtshow. Die hebben wij dus ook. Hè? Ja, gezien, toch? Iets te snel alleen. Maar dat doen ze ook bij doelpunten. Ja. Ik denk dat ESPN daarover gaat klagen. Of heeft geklaagd, denk ik. Vraag me echt af hoe dat vlak na de goal gaan ze al aan, uit. Dus je ziet ineens naar iets donkers te kijken. Ik denk dat ESPN daarover gaat klagen. Ja, als je op de verkeerde plek in het stadion zit, zie je dus geen spelers meer juichen. Want het lichten ze uit. Hoe kwam dat nou? Ik zou wel eens dat mannetje willen zien. Dus dat vrouwtje die dat zo met een knop aan, uit. Wij kunnen het ook, hè? Wij hebben ook ledverlichting. Ja, maar we doen het ook. Als we na afloop gewonnen hebben. Ja. Als we gewonnen hebben, na afloop. Ja. En we hebben het een paar keer gedaan. Best leuk. Heb je nog meer op je lijstje staan, Anton? Anders ga ik nog naar de derde ingezonden brief. Nee, ga er maar naartoe. Ja, kan het? Nou, zijn we klaar over Sparta Go Ahead Eagles? Nee, ja, behalve dat ik natuurlijk op afstand die Pray for Turkey vlag zag. En aanvoerdersband, dat vond ik mooi. En terecht. En het is vandaag natuurlijk de actiedag. Ja. 5 en 5. Nou ja, ik vind het goed dat supporters daar zich mee bemoeien. Ja, en, zeker. Nou, dat eigenlijk. Nou goed. Ja. Even naar de minuut stilte. Was bij ons ook een minuut. Meneer Manschot zat echt tot 60 te tellen in zijn hoofd. En dat deed hij niet heel snel. Dus het duurde heel lang. Ja. Maar het was gewoon helemaal stil. Ja, het was een prachtige, respectvolle minuut stilte. En dat, dat vind ik ook wel mooi. Verbijsterende ramp. En bij Napoli deden ze ook een minuut stilte. Alleen ging het uitvak daar heel erg tekeer in die minuut. Want het speelt tegen Cremonese? Ja, dus nou, die zitten zo ver weg. Maar omringd door allemaal hekken en politie dat je er niks mee kan. Maar die werden totaal uitgefloten. In die minuut stilte gebeurde dat allemaal. Oh. Dus dat respect is niet altijd vanzelfsprekend. Precies. Dus dat is wel mooi. Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post. Derde ingezonden brief. Moet ik hem even er goed bij gaan halen. Hele lange mail. Ja, dankjewel. Hij is ingezonden door Erik van Eck, een trouwe luisteraar. En ja hoor, hij heeft klachten over weer de moderne meukmuziek. Het betreft dan muziek die volgens mijn zoon thuis hoort in de categorie techno, dan wel hardstyle. Ietsje anders natuurlijk, maar hard is hard. Dat gebeurt nu sinds enkele maanden en als 60-jarige vindt Erik het niet meer om aan te horen, maar het past ook niet in de sfeer van de club. Kan er niet voor een wat meer algemenere muzieksoort worden gekozen? Er zijn veel 30-plussers in het stadion en een kleine kanttekening. Ik bedoel dus niet de algemene hap, zoals dat verschrikkelijke Sweet Caroline of You'll Never Walk Alone. Nou, alvast dank en ga zo door met de podcast. We hebben het natuurlijk heel vaak over gehad. Ja, alsof ik hem zelf geschreven heb. Deze man is gewoon van A tot Z gelijk. Ik ging even kijken tijdens de warming-up met mijn zoon vast even naar buiten. Die hou je niet stil met een drankje. Die wil beweging zien, ook al is maar de warming-up. Wat een pokkenherrie zeg. Echt doe. Totaal. Dit vind ik echt zinloos geweld. Echt. Maar wat willen we dan? Nou, we gaan... Dit speelt al jaren, dus ik ga dat wel doen. Ik ga eens even op onderzoek uit wie nou de muziek bepaalt. Wat voor plan erachter zit, want in Engeland... Dan maken ze dus de playlist bekend van tevoren. Van dit gaan we draaien. Dan krijg je... Dat wil je. Ja, nee, en die nummers hebben connectie met wat playlist. Want als daar dezelfde bokkenmuziek op staat als die ik nu hoorde... Nee, maar er zit geen visie achter. Want we hebben ook een keer gehad, mocht Jack Riek kiezen... Dan hoorde je nummers van Pink Floyd van 9 minuten. Dus dat schiet ook niet op, zeg maar. Ja, maar ik heb wel een aardige anekdote. Vlak voordat ik op vakantie ging... was ik stadionspeaker in de Kuip. Bij Feyenoord PEC Zwolle. Bekerwedstrijd, hè? Bekerwedstrijd. De vrouw van Peter Houtman is ziek. Hoop dat het beter weer met haar gaat. En Peter was in Spanje. Ze zochten een vervanger. En na 80.000 belletjes kwamen ze bij mij uit. Was je ook gevraagd? Nee. Dus ik zat naast de legendarische DJ Bucci Paul. En Bucci Paul die regelt al jarenlang die muziek daar. Maar er zit een heel gedachte achter. Van wanneer draai je wat voor muziek. Ja. En ik ben geen grote muziekkenner. Ook al hou ik wel van die techno dan wel hardstyle muziek. Vind ik best wel leuk. Maar ja, je moet het opbouwen. Dus hij begon met rustige, een beetje rockachtige muziek om een uurtje voor de wedstrijd. En dat bouw je dan zo langzaam op. En in de rust is daar dan happy hardcore. Omdat het volk het daar wil. Hardcore vibes van June. Nou ja, en dan al die mensen gelijk, we gaan los. Nou, dat past wel een beetje bij die club. Maar wat past er dan bij Sparta? Nou, dat is ook moeilijk, omdat je met een paar doelgroepen te maken hebt natuurlijk. Ja. Dus wat moet je dan doen? Kijk, en natuurlijk niet iedere Feyenoord supporter houdt van happy hardcore. Nee, maar het wordt daar wel allemaal geaccepteerd. Ja. Het zit daar zo in het bloed natuurlijk. Maar die DJ die jij noemt, die draait vaak leuker dan wat er bij ons gebeurt. Ja, maar daar zit een echte DJ. Want Paul die kan ook gewoon bij feesten draaien. Ja. Maar ik weet niet wat er bij Sparta zit. Ja, maar Paul die draait dus nummers. Daar zitten knipogen in, naar of de tegenstander of naar de eigen prestaties in de tekst. En dat hoef je bij ons eigenlijk niet te zoeken. Ik weet wie bij ons de muziek doet, maar dat is niet degene die de muziek bepaald. Dat, Wie? Een trekpop. Ja, ik heb echt geen flauw idee. Stroomman. Als er al iets wordt bepaald. Ja. Maar ja, weet je, het is zondag. Het was 12 uur. We begonnen 12:15. 12 uur sta je op die tribune naar de warming-up te kijken. Ik zie je om mij heen. En ik keek rond ook naar andere tribunes. Ik zie niemand reageren op de muziek. Kijk, als er nog een hele... Stel nou dat de Spangenaren massaal gaan dansen, springen, ik weet hoe dat heet. Dan zijn je oké. Maar er is totaal geen interactie met de muziek. Iedereen probeert een gesprek te voeren. Ja. Pas dan ook je muziek op aan. Wat is de eerstvolgende thuiswedstrijd? Dus nu Ajax uit, hè? Utrecht thuis. Utrecht. En wat voor dag is die? Ja, 's avonds om 9 uur. Vrijdag. Of een zaterdag? Nee, 8 uur. 8 uur, vrijdagavond. Oké. Ja, precies. Ja. Nou, laten we... Sfeervolle muziek. Nou ja, laten we afspreken. Ja. Jij gaat op onderzoek uit. Ja. Wie het doet. Misschien dat er wel... dat het op verzoek van de spelers is, hè? Dat zou ook heel goed kunnen. Maar dat is echt fout. Ja, hoezo? Die bepalen toch uiteindelijk of de goede wedstrijd gaat worden. Nee, maar als spelers daar liever harde muziek willen horen. Zij moeten het doen. Om bij te praten opzetten tijdens de warming-up. Nee, die spelers hebben, als ze in de bus zitten, een koptelefoon op. In de kleedkamer staat de muziek aan. Kom op, zeg. Ja. Je bent een servicegericht bedrijf. Ja, maar die spelers moeten het uiteindelijk wel gaan doen. En die hebben dan liever, denk ik, een beetje een beat erin dan jazz. Geen 1% beter spelen van hardcore muziek door slechte boksen. Daar gaan ze geen 1% beter van spelen. Overigens was er een heel klein postje waarin de spelers zelf de nummers mochten kiezen, om en om, voor tijdens de warming-up. En dan kreeg je dus gewoon steeds rap. Ja, ja, nee, dat werkt niet. Dat wilde ik namelijk ook zeggen. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat die hardstyle helemaal niet de voorkeur van de spelers is. Nee, maar... Toen bij Sparta NEC heb ik er heel erg op gelet. Want toen moest ik commentaar doen met Jan. Was ik er heel vroeg. En toen werd er ook gewoon Broederliefde gedraaid. En ik vond toen de muziek helemaal niet zo heel erg slecht. Maar goed, jij gaat op onderzoek uit. En ik wil de mensen vragen om hierover mee te praten. Gewoon sport@rijnmond.nl. Je kan ook gewoon een berichtje sturen via social media naar een van ons. En dan gaan we het er gewoon volgende week weer eens even over Sparta hebben. Sparta heeft gewoon een gezicht nodig. Iemand die muziek draait. Net zoals Feyenoord dat heeft. En andere clubs volgens mij ook. En een beetje beleid erop. En in het beste geval doen we net als Engeland, maken we de playlist bekend. Ja, maar dat is weer een stap verder. Zodat we ik vind dat niet de prioriteit, want een gezicht kost ook geld. Dus ik vind gewoon... Ja, maar Paul bij Feyenoord krijgt er gewoon voor betaald natuurlijk. Ja, draai gewoon normale muziek. Ja, maar wat jij normaal vindt, hoeft een ander niet normaal te vinden. Er waren een paar andere ergernissen. Slaat echt nergens. Oh ja. Ja, eentje daarvan is... gaat het weer over bier? Nee, helemaal niet. Maar het gaat over wat je doet als je wint. Wat spelers doen als je wint. Kijk, er zitten 10.000 mensen. Maar die spelers die lopen allemaal naar het kleinste hoekje van het stadion. Om daar dat feestje te vieren. En dat is het dan. Dus daar hebben we het ook al vaker over gehad. Zeker, maar ik heb eens bij Napoli gekeken hoe dat gaat. En die doen dus die hebben natuurlijk twee curva's die tegenover elkaar staan. Die gaan daar datzelfde doen. Dat weet je wel, op zo'n rij staan. Die doen het dan een keer hier bij de familietribune. En nog een keer bij die andere curva. En ik denk dat onze spelers datzelfde ook moeten doen bij de Bok. Die Bok zit nu echt vol met families en gezinnen. Nou, dat zijn de supporters van de toekomst. Voor mij hoeven ze bij allebei niet te doen. Nee, ik vind het zo... Jij staat te praten bij de VIP's. Dat telt niet. Wij zitten buiten. Ik was met mijn zoon... Laat mij met het oog even afmaken. Die kinderen, dit zijn de fans van de toekomst. Die willen gewoon die spelers een beetje dichtbij zien. Ja. En ze lopen half langs de middellijn, futloos een beetje langs. Nou ja, ga er naartoe, het juiste woord, futloos gebruik jij. Ja, maar dat is voor kinderen heel anders. Nee, ik ben het ermee. Maar vroeger kan ik me nog herinneren. Misschien hoe jij beleefd is voor een kind is dat toch totaal anders. Weet je wat nog beter is? En dat heb ik bij andere clubs wel eens gezien. Dat spelers na afloop desnoods goedkope plastic balletjes met een handtekening het publiek inschoppen. Gewoon als ze, kijk, en dat snap ik wel. Dat doe je bij het Ajax-ritueel. Ja, maar doe dat. Handtekeningen erop. Of je geeft het aan een kindje, dan hoef je ook niet iedere keer dat gebeden om een shirt te doen, dat het weer €50 of meer kost. Zorg gewoon dat je een paar goedkope... Spelers van Sparta geven, niet allemaal, maar geven, ik zag Namli zijn shirt weggeven en zo. Ja. Nee, maar dat is toch een goed idee? We hebben het eerder over gehad, dat die ereronde tergend langzaam en dan dit. Voor de mensen die luisteren, ik klap nu zo heel slap. Ja, we horen het heel zachtjes. Zo tergend langzaam en dan... Plichtmatig in die hoek. Hey. Ja, dat is wel grappig. Want het maakt echt duidelijk dat jij op de hoofdtribune zit en niet op de tribune. Want je ziet heel veel spelers contact hebben met fans op de tribune. Gewoon buiten. Dat zie je niet, want ik heb ook wel op die hoofdtribune gezeten als je op afstand bent. Maar er zijn echt veel contactmomenten. Handjes, kinderen die een aai over de bol krijgen. Nou, ik kan me Kitellano met een megafoon herinneren. Er gebeuren echt dingen die iets waard zijn. Want ieder contact met speler, dat is iets. Zeker als je jong bent, toch? Ja, ik zeg toch ook niet... Jij luistert zo slecht naar mij. Ik zeg niet dat ze moeten het anders doen. Nee, jij vindt het futloos. Maar ja, het betekent voor een ander veel. Nee, nee. En jij wil altijd, als het voor jou futloos oogt, wil jij het afschaffen. Nee. Maar het gaat niet om jou. Het gaat om die kinderen op de bok. Als je het op deze manier doet, heeft het geen zin. Maar als jij gewoon wat meer energie daarin legt... en gewoon wat origineler bent en niet wat doen... want we zijn enorm cliché, allemaal op een rijtje in heel Europa. Oké, wat is dan het alternatief? Ik weet niet, want ik zit daar niet in die business. Maar ik vind het allemaal zo inspiratie. Ja, ik vind echt dat je een keer... Jij moet echt een keer gewoon op de Dennis Neville komen. Dan ga je met tussen de jongens staan en dan zeggen... Want het is niet inspiratieloos, het is vreugdevol. Dus wat jij ziet, jij ziet ruggen die zo doen. Wacht nou even, want maar wij zien plezier. Nee, jij ziet helemaal niets, want jij zat op een plein in Napels. Ja, dat is geen argument. Jawel, dat is wel een argument. Ja. Afgelopen zondag... Ik zit daar verdomme mijn hele leven al. Afgelopen zondag was het fut en inspiratieloos hoe de spelers de ereronde liepen. En dan kan je beter volgens mij iets anders doen. Loop bijvoorbeeld voor high fives, want iedereen staat langs die kant. Doe dat of zo. Want dat gebeurde aan de kant van de Tony van Ede tribune wel. Daar doken de spelers niet gelijk naar binnen, maar gingen ze allemaal knuffelen met allemaal kinderen die daar stonden. Maar dat verplichte nummer van op een rijtje staan, dat is wel aan vernieuwing toe, vind ik. In de hele voetbalwereld. Nou, ik vind juichen, doe dat ritueel wat jij flauw vindt, doe het lekker voor de kids ook. Ja, en ik wil pleiten dus voor mijn idee met die ballen, gewoon lekker het publiek in, nog meer interactie. Alleen dat doe je wel bij een overwinning. Ja. Gelijkspel misschien ook nog wel, maar bij een nederlaag heb je daar, kan ik me voorstellen. Gelukkig verliezen we niet zoveel. De ereronde bij een nederlaag is wel een rondje bij een nederlaag. Och. En dan gebeurde nog iets geks. Oh ja? In de catering. Ja, want ze zijn nu aan het testen met broodjes, pulled pork en nog een paar van die dingen. En er werd gezegd dat het halal zou zijn. En dat was het niet. Ja, hoe weet je dit? Ja, gewoon je hoort wel eens mensen om je heen natuurlijk. Maar je proeft het niet. Nee, maar ik heb wel Facebook-vrienden die dat echt belangrijk vinden. En je moet dat niet beloven en het niet doen. En hoe zijn ze erachter gekomen dan? Dus Sparta belooft het en dan wordt dan bij de catering gezegd, ja, dat is het trouwens niet. Ja. Dat is niet iets waar je achterloos mee om moet gaan. Maar dat was nu één keer een eenmalig idee, maar je moet, daar moet je wel netjes mee zijn. Ik weet niet of je halal vlees op het kasteel moet serveren, dat is een hele andere discussie. Maar als je het belooft, moet je het ook doen. Een algemeenheid, dat, je ziet het op steeds meer plekken, dat halal, het is niet te controleren. Ik denk dat er wel eens organisaties dingen beloven die ze niet waar kunnen maken. En dat het... dan heb ik het over gewoon festivals en weet ik het allemaal. Dus het is toch niet te controleren. Ik kreeg trouwens, dit is iets heel anders hoor, maar die prijzen tegenwoordig. Was een vriend van mij, die was naar het WK veldrijden gegaan. Heel klein hamburgertje, van een halve millimeter dik. 12 euro. Oh, dat is heel duur, ja. Broodje hamburger. Ja. Ja. Helemaal onder de modder. Ik kocht in Ahoy bij de Zesdaagse, kocht ik een hotdog, €9,50. Ik weet niet wat een broodje frikandel bij Sparta kost. Maar ik wilde er maar één. Ja, er was er ook maar één. Ja, bizar, ja. In Zuid-Afrika is alles gewoon nog de helft van de prijzen in Nederland, hoor. Kaapstad ongeveer 75%, maar ideaal om naar Italië ook. Napels is echt goedkoop. Ja, goedkoop alleen geweest, in het stadion is er niks natuurlijk. En een kaartje, wat kost een kaartje Napels Cremonese? 4 tientjes is dat. Nou, valt mee. Maar zit je wel dus veilig. Je zit daar toch overal wel veilig. Rustig. Ik ben naar AC Milan Juventus geweest. En ik had geen kaartje, ging gewoon naar het stadion. Was het begin van het seizoen. Dus we waren nog op vakantie daar. En ik kwam bij het stadion. Ga ik kijken, ik spreek geen Italiaans. En ik zag heel veel mensen in een rij staan voor een loket. Ik denk, nou, dit zal het wel zijn. Dus wij erin, nou, bijna echt een heizeldrama. Echt niet normaal, bijna doodgedrukt. Het was echt heftig. Ja. Nou... Ik kwam uit het loket en ik moest 3 kaartjes hebben en ik moest €39 betalen. Dus €13 per kaartje. Dat stelt natuurlijk helemaal niets voor. Nee. In San Siro, AC Milan Juventus, praat ik over een jaar of 10 geleden. En wat bleek nou achteraf? Ik stond voor het loket met de goedkoopste kaartjes. Als ik 20 meter doorgelopen was, was er een loket waar niemand stond, want daar waren ze 23. Ja. Nou, had ik liever daar gaan staan, maar oké. Maar €13 per kaartje voor zo'n topper vond ik vond ik wel mooi. Trouwens, de tweede dag in Ahoy bij tennis. Kost een kaartje, denken jullie? Ja, dat is heel duur, hè? 40. €50. Okay. Voor een kaartje... ik heb foto's gezien van gisteravond, maar... Nou, het was niet super druk. Gaat de selectie nog? Onze selectie. Weten we dat? Weet ik niet. Vroeger gingen ze altijd, toch? Gerard was op uitnodiging van ABN AMRO met zijn overigens heel aardige, leuke vriendin. Nou... Ja. Leuke vrouw. We werven nog steeds personeel voor de catering. Want? Sparta zoekt medewerkers voor in de loketten. Sparta zoekt medewerkers voor de catering voor binnen het hoofdgebouw. Dus ja. Mijn dochter heeft gesolliciteerd. Oh, hartstikke. En? Schrijft het? Weet ik niet. De brief, de motivatiebrief en de cv zijn de deur uit. Oké. Okay, dus ik ben benieuwd. Nou, en welke dochter is het? Die van 17, Lieke. Ah, nou, wel nou, goede referenties dan. Ja, nee, als dat wordt geweigerd, ja, precies, dan, ja. Dan gaat het echt eens achterin. Ze was er zondag. En ja, weet je, ik was met 4 kinderen. En dat... Ja, die vinden het steeds leuker. Dat is wel iets wat je heel trots maakt. Als je dan naast je kijkt en je kinderen staan te juichen als Sparta scoort, dat is wel iets heel tofs. Maar wat nou als ze in het uitvak moet werken? Huh? Zou je dat dan wel oké vinden? Tuurlijk. Niet. Of ga je connecties gebruiken om, zeg maar, een beetje een vipbox? Ik heb tegen haar gezegd natuurlijk, zorg dat je in het hoofdgebouw terechtkomt. Want dan kan papa ook een lekkere... Ja, precies. Ja, zo is het. Ja. Hey, jongens, we gaan naar de glazen bol. De glazen bol. Voordat ik op vakantie ging, 4 uitzendingen geleden, stonden Ruud en ik bovenaan met 17 punten. We zijn nu 4 weken verder en de tussenstand is nu 19-19-8. Schitterend. Dus we zijn nou niet, er is geen verschil gemaakt, dus de gasten hebben mij niet laten vallen, maar ook niet echt geholpen. Dankjewel Thomas voor het uitzoeken. Ruud van Os had op 8 februari, dat is dus de laatste, je had 2-0 voorspeld tegen Eagles. Ted op mijn plek, 3-1. En jij had 1-1 voorspeld. Ja, hij appte nog hij zei, het kan nog 3-1. Ja. Zuur, hè? Ja, dus 19-19-8. Gaan we naar Ajax uit. 800 Spartanen. Zo, het is helemaal uitverkocht, hè? Echt veel. Dat vind ik veel. Ook eigen vervoer mogelijk. Zeker voor Sparta-supporters daar hele slechte ervaringen hebben. Ja. Dat is wel goed, hoor. Ja. De laatste keer ging overigens goed. Ja. Stonden we met rust nog voor ook. Was heel fijn. Sorry dat ik me niet goed genoeg voorbereid. Hoe laat is die wedstrijd? 16:45. Zondag. Zondag, ja. Ja, als het een keer kan. Mijn hemel. Ja. Nou, maar kan het ook? Geloof je erin? Ga je nu 0-2 zeggen? Nou, ik wil niet zuur doen, maar ik heb de laatste weken veel voetbal wel in het echt gezien. Waaronder Fortuna uit en zo. Ja, Ajax verslaan is best wel nog een stapje verder. Nou, wat denk je? Ik hoop op 1-1. 1-1. Nou, sorry. Ik zei ook, ik dacht ook, ik ga hoop uitspreken. 1-1. Ik zeg ook 1-1. Ja. Denk dat we voorkomen. Ja, dat gebeurt wel vaker daar. Hè? Ik zeg 1-0 Lauritsen en het wordt 1-1, denk ik. Ja. Laatst hadden ze RKC daar. Ja. Ook heel goed in de eerste helft. En dan... RKC was goed, hè? Maar ja, maar dat kapseis dan toch. Dat is zo zonde. Ja. Ja, in deze voorspelling zit natuurlijk een heleboel hoop. Dus jij denkt 1-1 eerste goal Lauritsen. Jij denkt 1-1 eerste goal van... Van Crooij. En ik denk... nou, ik ga natuurlijk nu, dit is mijn kans om uit te lopen. Dus Ajax wint. Zit hij met zijn Amsterdam trui? Het is gewoon, nee, kijk, dit is Korts en Soda. En ik heb best wel veel kleding daarvan. Mocht je willen sponsoren. Ik heb nog geen kledingsponsor zoals Ruud dat wel heeft met Lacoste. Dus... Mensen van Scorch of van Soda, kom gewoon eventjes naar mij toe. Ja. Maar daar staat vaak Amsterdam op. Ja, sorry. Ik denk 2-0 voor Ajax. En het eerste doelpunt wordt gemaakt, penalty van Tadic. Veroorzaakt door Abels? Nou, dat is wel mooi, hè? Dat de stadionspeaker van Feyenoord in een Sparta-podcast zegt dat Ajax wint. Ja. Nou, dat is dan de voetballerij in de noodhulp. Ja hoor, dat kan hier allemaal. Ja. Dus, zou je ook stadionspeaker van Sparta willen zijn een keer? Dat, als ik daarvoor gevraagd word, lijkt me dat best wel leuk. Zou je het dan heel anders doen dan Jack? Ik zou het op mijn eigen manier doen. Of dat wel lachen. We hebben natuurlijk een hoop lol gehad. Want Feyenoord scoorde tegen PEC Zwolle. En onze verslaggevers doen daar natuurlijk heel enthousiast verslag van. En hoorde je dat dus door Danilo! Maar ik had geluk bij Feyenoord tegen PEC dat Zwolle op 1-0 voorsprong kwam. Waardoor Feyenoord moest komen. Oud-Spartaan. Oh, die heb ook een tegengoal gedaan. Na 4 minuten... 0-1, Harus Median in. Alleen dat. Sparta. En ik kreeg als tip Sparta bij Feyenoord... niet gek doen. Doe normaal. Niet gek doen, niet over de top gaan. Ja. Dus, maar dat doet Jack bij ons ook niet, gelukkig. Nee, maar Jack maakt af en toe wel eens een leuke grap. Ja, nou, hij maakte een fout van de week bij een wissel. En toen zei hij... Oh, nou hoor ik achter me. Je wordt oud, ouwe. Ja. Maar dat zou ik in de Kuip niet doen. En dat zei hij dus. En toen herstelde hij zich. Kijk, foutje. Maar iedereen kan fouten maken. Dit keer was het Jack. Kan gebeuren. Nou, alleen... moet hij wel een keer zitten. Vind je niet? Vind ik wel leuk om hem als oud-collega ook van Rijnmond. Ja, nou, weet je hoe het bij Feyenoord gaat? Dan zit er dus iemand naast je. Een dame. En die heeft dan een schermpje voor zich. Dus die houdt al precies bij wie er wordt gewisseld. En dan zijn er 5 verschillende kleuren stiften. Dus dan kan je zien wie voor wie komt. Dat kan je zelf allemaal niet. Nee, dat wordt allemaal voor je gedaan. Dus er zit, ook een schermpje bij. Ja. En zij staat in contact met de productie van ESPN. Dus die hoort dan wie er gewisseld gaat worden. Dus dat weet je dan al even van tevoren. Ingewikkeld kan je het maken. Maar ik vind het wel goed. Dat komt ook omdat je er daar heel ver vanaf zit. Je zit er heel ver vanaf, Jack bij Sparta, laten we het even lekker terughalen naar Sparta. Ja. Die zit natuurlijk tussen de guts in. Die moet gewoon zelf een beetje kijken. 10 jaar ook gezeten. En daar ben ik ook wel eens in de maling genomen. Want toen ontging mij even wie er scoorde. En toen vroeg ik aan de reservebank van de tegenpartij, want die scoorde, die gaven door de naam van de spits door. Ja, ja. En toen s'avonds bleek dat het een eigen doelpunt was, overduidelijk. Ja, ja. Maar ja, zij wilde natuurlijk liever dat die spits die goal krijgt. Ja. Dan, en het wordt daar ook heel serieus genomen, omdat... Het gaat erom hoe je namen uitspreekt. Ja. Dus ik weet niet hoe het bij Sparta gaat, maar daar kom je dus samen met de persvoorlichter van een club. En dan om alle namen door te spreken. Nou ja, Bram van Poden bij Zwolle, dat ging me best wel aardig af. Maar ik weet niet hoe dat bij Sparta gaat. Nou, dan put ik uit mijn eigen ervaring. Ik keek altijd naar het lijstje. En tijdens de warming-up zocht ik iemand van die club op. Dat kan wel eens de verzorger zijn of de elftalleider. En één keer vond ik echt heel leuk. Toen sloeg Bobby Robson de arm om me heen. En toen gingen we samen zitten. Ja, die ging even vertellen wat er allemaal stond. Ja. Maar ja, die sprak natuurlijk zelf natuurlijk geen Nederlands. Maar het moment dat de trainer van PSV arm om je heen slaat. Ik was toen een heel jong mannetje. En dus even met mij dat lijstje ging doornemen. Vond ik wel mooi. Ja, de plaagstootjes zijn leuk. Hè? Dus Jack Riek heeft ooit gezegd van... nou, we hebben verloren. Volgende week gaan we oefenen. En dat is hard nodig ook. Zoiets. Toen moest hij wel op het matje komen natuurlijk. Ja? Maar dat is fijn. Maar ik vind dat cynisme van Jack Riek vind ik wel leuk. Als het idee hebt dat hij tussen is, ik geloof fans in staat. Op het matje moest komen. Maar er waren wel een heleboel supporters die er wat van vonden. En de trainer vond het volgens mij ook niet zo leuk. Dat snap ik ook wel. Maar vroeger had je wel, dat heb jij natuurlijk niet gehad, van iemand had dan de motor aan laten staan en de ramen open. Weet je wel. Schitterend. Had ik zo'n hekel aan. Dat mis ik eigenlijk wel. Zo'n briefje. Ja. En dan zei ik altijd, weet je, in die grote stadions in Nederland hoor je dit gewoon niet. Nee. In het Feyenoord stadion echt niet omdat er lichten branden. Waarom doen wij dit nou, joh? En ik heb hem wel eens verteld voor mij in deze podcast, die anekdote. Er was iemand die had zijn raam open laten staan. Maar je gaat natuurlijk niet omroepen, joh, je raam staat open. Want ja, dat hoeft niemand te weten. Dus dan roep je om, meld je even bij je auto. Ja. Die kenteken om. En toen zat hier naast mij Henk de Kater. Welk kenteken zei ik? Ja, 86 KK 33, noem maar wat. Dat is mijn auto. Wat is er mee? Ik zei, je raam staat open. Toen gooi je die sleutels. Wil jij in de rust even het raam dicht doen? Toen ben ik in de rust de auto van de katen de raam dicht gaan doen. Dat heb je niet gedaan. Dat is wel mooi. Nee, dat kreeg ik niet door. Nee. En ik heb toch de tijd meegemaakt, begin jaren 90, toen er nog geen mobiele telefoons waren. Ja, moest je naar huis bellen, toch? Ja. En dat was natuurlijk ook soms een grap. Van de heer Slotboom, naar huis bellen. Zeker. U bent vader geworden. Weet je wel? En dat was dat ik een man van 86 om te roepen. Hey mannen, we zijn 50 minuten lekker bezig geweest. Oké, wat gebeurt er nu? Nou, we gaan ermee kappen. Oh, oké. Daarvan. Ermee kappen. Ja. Dat is goed. Nee, ik vond het echt hartstikke leuk om weer terug te zijn om met jullie gezellig deze podcast te doen. Heb jij nog iets op je lijstje? Want je slaat me nog een keertje om. Heb je iets vergeten? Nee, toch? Nee, zeg alsjeblieft nee. Want nee. Het is goed zo. Ik start het einde zo langzaam in. En dan zijn we de volgende week... Ik heb gekeken, ik kan op dat telletje kijken. Na 12 seconden gaat Jules praten. Hierboven staat een telletje. Dus ja, weet ik. Kan je het ja, dat deed je wel goed. Dat deed je echt goed. Zeker. Ja. Ja, dus we hebben ook 10 keer opnieuw gedaan. Je hebt dit in mijn afwezigheid allemaal zelf bediend en zo. Natuurlijk. Dat je dat kan op jouw respectabele leeftijd. Ik ben geen speaker in de Kuip. Ik kan het allemaal zelf wel. Ja, dat blijkt. Je hebt geen extra iemand nodig. Dan zie ik inderdaad nu nog 45 seconden te gaan. Dan zeggen we Sparta te volgen op Radio Rijnmond. Ja. Vanaf? Op zondag. Ik heb het even niet scherp, maar om 16:15 begint de wedstrijd. Dan zijn we er zeker. Wie gaat dat doen? Philip. Ik denk Philip. Ik ben tijdig geweest dat ik het sportrooster uit mijn hoofd weet. Maar je bent nog steeds officieel de baas, toch? Ja, daarom. Nog steeds niet, hè? Nee, AI. Je bent erbij? Ja. Veel plezier. Uitvak. Heel goed. Gedraag je een beetje. Zo is het. Hopelijk worden we netjes behandeld daar. Meestal wel, toch? Huh? Dankjewel. Juich het naar huis. Yo. Als Spartaan zijn wij geboren. Als Spartanen sterven wij. In de geest van Bok de Korver. Sparta naar voren!